Hallo allemaal, welkom bij Papercraft Mix. Ik ben het Brigitte en je kijkt naar mijn maandelijkse Crack the Vault video. De Crack the Vault samenwerking is gehost door Poet Spice Jamie. En het draait daarbij om het maken van projecten met spullen uit jouw voorraad, uit je stash, die je daar al meer dan een jaar in hebt zitten, of spullen die je nog nooit hebt gebruikt. We zitten alweer op maand 11, november. Vandaag heb ik een klein project voor jullie. Ik heb er wel heel veel plezier aan gehad. Het zijn namelijk tags die ik heb gemaakt. Die maak ik niet heel super vaak. Maar zeker voor de kerst vind ik dat onwijs leuk. Omdat dat, wie heeft er geen kerstlabels nodig, hè, voor zijn kerstcadeaus. Het zijn mooie kleine projectjes. En ik wilde heel graag deze plaatjes gebruiken die ik al heel lang in mijn stash heb. Die zijn van Bella Lulu, van Noor en Zo. Het is de Vintage Snowman. En ik vind ze echt super leuk. Ze zijn een beetje vintage, homespun noem ik het altijd maar, geïnspireerd. Ik hou daar wel van voor de kerst. En ja, ze komen ook met hele leuke tekstjes. Die gebruik ik bijna nooit. Ik gebruik eigenlijk bijna alleen maar de plaatjes. En dat heb ik dan ook voor dit project van vandaag gedaan. Dus dat zijn de plaatjes. Dan heb ik natuurlijk ook wat papier gebruikt. En die komen uit twee blokken van Craft Sensation. Van de Action, zoals jullie wel weten. De eerste is deze, I'll Be Gnome for Christmas. Dat is een blok van vorig jaar. En hier heb ik een klein gnoompje uitgebruikt. Nee, dat is niet waar, niet voor deze. Uit deze heb ik ook een papiertje. Ik weet niet meer welke. Nou, we gaan het zien. Oh, ik weet het alweer. Ik heb hier een label uitgebruikt, volgens mij. Voor een van de tags. Ik weet het niet zeker meer. We gaan het meemaken. En dan heb ik deze gebruikt, de Joy to the World. Die is ook van vorig jaar, dacht ik. En ik heb dit leuke lampjespapier gebruikt. Die vond ik zo schattig. En ik wil het dus in het vintage thema houden. Omdat de plaatjes daar zo op gebaseerd zijn. Ik gebruikte voor de labels gebruikte ik een hele oude stans uit mijn stash. Die is misschien wel 4 jaar oud of ouder. Van een mason jar. Super lief. Ik weet niet meer, want ik heb altijd mijn stansen bewaard op grote magneetvellen zonder verpakking. En deze heb ik echt al heel lang. En ik vermoed dat die van AliExpress komt. Of van een Action set. Ik vind hem super leuk. Ik gebruik hem nog best wel regelmatig. En deze vond ik ook heel leuk om te gebruiken als tags. En ik wilde natuurlijk ook een leuke verpakking erom. Want ik weet nog niet of ik de labels zelf ga gebruiken of dat ik ze cadeau ga geven. En daarbij maakte ik een kleine pizzadoos met deze twee stansen. Ook deze komen denk ik van AliExpress. Als ik eraan denk zal ik kijken of ik nog iets vergelijkbaars kan vinden. Want deze heb ik misschien wel 8 jaar al. Echt al super lang. Ik gebruik ze heel vaak, want je draait echt in een handomdraai een superleuk verpakkingsdoosje in elkaar. Dit is dan de stans voor de basis. En dit is de stans voor de deksel die je dus aan elkaar verbindt door middel van zo'n flap te lijmen. Het is super simpel. Echt heel erg leuk. En nou ja, het resultaat laat ik jullie nu zien. Dit is het doosje. Kijk, het is een heel leuk formaat pizzadoosje. Hier is dat schattige lampjespapier. Ik vond het ook leuk omdat het een beetje glitter ook heeft. Zie je dat? Lekker feestelijk. En ik versierde de voorkant dus met zo'n tag. Komt uit dat blok wat ik jullie zojuist liet zien. En een rozet. Deze rozetten maakte ik vorig jaar. Vaak doe ik 1 of 2 keer per jaar. Ga ik een avondje rozetten zitten stansen en lijmen. Zodat ik een voorraadje heb. En vorig jaar maakte ik een flinke kerstvoorraad. Ja, dat is wel een heleboel voorraad, Brigitte. Dus een grote rozetten. Met de Tim Holtz stans, die oude, die lineaal zeg maar, blijft nog steeds geweldig. En die gebruikte ik dus als basis voor dit schattige sneeuwpopje van Bella Lulu. Zo cute. Ook gebruikte ik nog wat oude kant van mijn stash en wat hout zoals je wel ziet. Het papier van de labeltjes en deze cirkels, die heb ik jullie niet kunnen laten zien. Omdat dat ook van Noor en Zo een oude papierset is. Sowieso niet meer verkrijgbaar. En ik had ook nog maar 1 of 2 velletjes. Dus ik zat geen verpakking meer bij. Dus ik heb geen idee hoe die heten. Maar die heb ik dus gebruikt voor de labeltjes. Ik ga ze jullie nu laten zien. Alles wat ik extra had gestanst, die heb ik hier nog bewaard. Jullie zien ook cirkels zitten. En dan zie je zo wel waarom er cirkels uitgekomen zijn. Want kijk, ik zal ze hier eens even wegleggen. Ik heb ze allemaal identiek uitgevoerd.
kregen allemaal een jingle bell aan het touwtje. Ik vind dat zo leuk voor de kerst. 1 grote en 3 kleine, want ik had nog maar 3 kleintjes. Dus deze heeft een wat groter belletje gekregen. En dat getinkel, heerlijk toch, vind ik zo leuk. Zeker aan een cadeautje. Kijk, maar wat ik dus heb gedaan is, ik heb per label, heb ik het de mason jar, het potje, 2 keer uitgestanst. Want ik heb dus het plaatje van Bella Lulu er tussenin gesandwiched. Met een cirkelstans haalde ik er een cirkeltje uit. En tussen de 2 mason jars heb ik het plaatje geplakt. Er zit een klein beetje een doorkijkje, maar dan wel zonder diepte erin verwerkt. Omdat het een beetje vintage, homespun thema was, vond ik het ook heel leuk om deze bloemetjes erbij te gebruiken. Die zijn van Jutte. En heb ik ook het hout gewoon in de houtkleur gebruikt. De tekstjes die je ziet, die komen van een stickervel van de Mix & Mingle van Simple Stories. Dat is een kerstcollectie die ik al 2 jaar met veel liefde gebruik. Maar ik ben door mijn papier heen bijna. Maar ik had nog wel heel veel van die stickertjes over. En qua kleuren kwamen die hier prima bij. Dus vandaar dat ik die hier gebruikt heb. En dat deed ik eigenlijk bij allemaal. Ze zijn hetzelfde. Best wel snel te maken ook. Niet al te ingewikkeld. En super leuk omdat je gewoon van die hele lieve schattige plaatjes gebruikt. En als je dat leuk vindt van zulke plaatjes die je moet knippen. Bij Noor en Zo hebben ze dus echt gigantisch veel verschillende soorten knipvellen van Bella Lulu. In allerlei thema's voor het hele jaar door zitten echt super leuke plaatjes bij. Dus als je daarvan houdt, dan moet je daar zeker een kijkje nemen. En dit is de laatste. Hoe lief is deze? Zo schattig. Dus dit was eigenlijk al mijn project van vandaag. Niet zo groot. Leuk om te doen. En wat ik jullie nog verder wel wil vertellen is dat we dus al in november zitten. Maandelijkse video's zijn dit voor de Crack the Vault Collaboration. Dus voor dit jaar komt er alleen nog een video in december. Dat gaat mijn laatste video zijn voor deze samenwerking. We hadden alweer een uitnodiging gehad van Jamie, Poet Spice, of we volgend jaar door willen gaan. Want zij gaat wel door met het hosten van deze challenge. Ik heb besloten om na 2 jaar mee te stoppen. Omdat ik toch wel, ook voor Carlijn natuurlijk, lekker druk bezig ben altijd. En ik heb ook nog wel wat andere samenwerkingen met andere winkels. Ik ga ook wat workshops geven waarschijnlijk. Wat fysieke workshops, dus dat gaat ook tijd kosten. Ik geef sinds een aantal maanden les op de sportschool. En dat is ook al van 1 keer in de week naar 2 keer in de week gegaan. Dus lekker druk, superleuk. Maar dat heeft me doen besluiten om dus met deze samenwerking voor YouTube in ieder geval voor volgend jaar voorlopig niet door te gaan. Mochten er in mijn verplichtingen dingen veranderen en heb ik meer ruimte, dan ga ik denk ik wel zeker Jamie weer benaderen om alsnog mee te doen, want het is wel een enorme uitdaging iedere maand om dus weer de spullen uit je voorraad te gebruiken die je al heel lang hebt en nog niet of bijna niet gebruikt hebt. Dat is super leuk, want daar heb je natuurlijk toch in het verleden geld aan uitgegeven en het is jammer als ze maar gewoon op je kamer liggen te verstoffen. Dus maar dit was mijn video van deze maand. Ik hoop dat je het leuk vond. Zo geef me een duimpje omhoog. Volg de links hieronder, dan kun je de andere dames zien die hier aan meedoen. Die ook altijd super leuke dingen maken en waar je veel inspiratie van kunt krijgen. En dan hoop ik jullie snel verder te zien bij mijn volgende video. Groetjes!